Hartelijk welkom op de bemoedigingssite. Jezus is het licht van deze wereld. Hij kwam in de naam van zijn Vader. En in de naam van de Heer Jezus kom ik ook. Ik lees eerst voor uit Johannes 12, vers 27. En een paar versen. Nu ben ik doodsbang, zei de Heer Jezus. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan, maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. En toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en die dit hoorden, zeiden: het is een donderslag. Maar er waren er ook en die zeiden: een engel was het die tegen hem gesproken had. Maar Jezus zelf zei: die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Want nu dit gaat gebeuren, nu dat kruis in de wereld komt te staan, wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. En wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. En daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Je kruis dragen. Een last dragen. Dat deed me denken aan een verhaaltje van een meisje van een jaar of 9, 10. Ze woonde in China en ze moest een heel eind, echt ook over een bergkam heen, met haar zusje op haar rug een tocht maken. En toen ze eindelijk op de plaats van bestemming aankwam, zeiden de mensen: heb je dat hele eind, die last gedragen? En ze zei: welke last bedoelt u? En toen zeiden ze: nou, je hebt toch je zusje gedragen. Ja, zei ze, maar dat is geen last. Ze heet niet last, ze heet mijn zusje. Toen de Heere Jezus stierf aan een kruis, toen hebben ze hem eerst op dat kruis gelegd. En daarna is het wat in de Bijbel dan staat in Johannes, hij is omhoog geheven, van horizontaal naar verticaal. Hij is van de aarde opgeheven. En toen heeft hij alle mensen naar zich toe willen trekken. Weet je, de Heere Jezus is niet, dat klinkt misschien een beetje raar, maar hij is niet gestorven voor de zonden. Hij is gestorven voor zondaren. De last daar op het kruis kon Jezus dragen, omdat Jezus ons lief had. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om deze weg te gaan. Deze weg van het kruis, deze last te willen dragen. Om ons naar zich toe te trekken voor eens en altijd. Het is zo'n wonder. Voor dat meisje veranderde de last. Het was geen last, het was haar zusje. En Jezus zegt tegen ons: neem je kruis op je. En draag een last. Laat de last van je leven veranderen door liefde. Laat liefde de motivatie zijn om vandaag of morgen een last te willen dragen, je kruis op je te nemen, Jezus te volgen en te zeggen: nee, het is niet een last, ik doe het voor die, ik doe het voor die, ik doe het voor mijn Heer, ik doe het uit liefde voor mijn zuster, voor mijn broeder, voor mijn kerk, voor mijn gemeente, voor mijn kind, voor mijn man, daarom doe ik het. Wij mogen Jezus volgen, in het kruis dragen. Ik wil je daarmee bemoedigen. We gaan een
prachtige Pasen tegemoet. Daar gaan we volgende week op door. Dan komt nog Goede Vrijdag. Want hier, wat hier gebeurde, is een goed werk aan de mensheid. Wees bemoedigd in de naam van de Heer Jezus. Voor de komende week, God zij met je.